Op dit moment is het eigenlijk gewoon de duurste streamingsdienst van Nederland. Ja, en misschien ook niet een hele leuke. Nee, zeker weten we niet. HVA-student Rogier van der Heijde baalt van de kwaliteit van het onderwijs sinds de start van dit schooljaar. Hij is daarom een petitie gestart voor korting op het studiegeld. Er is een pandemie. Uh, iedereen heeft er last van. Dus ja, ook de HVA. Uh, ja, Misschien is het ook wel even gewoon uh, roeien met de riemen die je nu hebt. Ja, zeker. Uh, dat is ook hoe ik er eigenlijk over nadacht. Uh, maar ik vind gewoon. Waar ze vroeger online, vorig jaar zeg maar, ik kijk nu terug naar vorig jaar, toen corona begon. Toen boden ze wel nog alle lessen aan die ze daadwerkelijk aanboden. Ook online. En wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben al die lessen eigenlijk vervangen. Voor geen les meer en het is zelfstudie geworden. Je zoekt het maar uit en je kijkt maar hoe ver je komt. En als je een vraag hebt, dan kun je bij ons terechtkomen. Dus school heeft een hele passieve houding. Ook bij Studentenvakbond SVVA zijn de verwachtingen niet al te hoog over de effecten van het nieuwe online onderwijssysteem en het ontbreken van fysieke ontmoetingen tussen studenten en docenten. Wij verwachten vooral dat er heel veel uitval zal zijn dit eerste jaar, omdat studenten een heel verkeerd beeld zullen krijgen over wat de opleiding nu is en wat het inhoudt. En daarbij, als ze les hebben gedraaid, vinden het nu wel heel leuk dat ze als straks wel weer naar school kunnen, dat het hele verhaal opeens heel anders zal zijn en dat zij dus een verkeerd beeld krijgen, en dus sneller uitval zullen krijgen. De moeilijkheden zullen zich waarschijnlijk niet alleen beperken tot nieuwe studenten. Stijn Hermes denkt dat het voor alle studenten heel zwaar is om thuis te werken, vooral door de afleiding en het uitstellen van studeren, zullen er problemen Moeten studenten misschien niet gewoon wat meer zelfdiscipline en zelfstandigheid creëren? Ja, dat kan je vragen aan studenten, maar je kan dat een tijdje vragen. Je kan dat niet een jaar lang vragen. Waarom en... niet? Omdat dat niet werkt. Je hebt zoveel afleiding thuis, je hebt zoveel andere dingen te doen, dat gaat niet. Rogier van der Heijden ziet nog wel potentie in het online lesgeven. Vorig jaar was er nog helemaal niks aan de hand en kregen we daadwerkelijk die lessen online. Maar ze, 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 ze leunen nou eigenlijk gewoon achterover... En ze doen, ze doen niks meer. De HVA wilde alleen schriftelijk reageren op de situatie. De studenten en de HVA zitten in hetzelfde schuitje. Goed onderwijs kan immers niet zonder de ontmoeting van studenten onderling en van studenten en docenten. Gelukkig is er sinds vorige week weer wat ruimte op de campussen. Studenten die tegen problemen aanlopen of zich zorgen maken over hun studie of voortgang. Kunnen te alle tijden contact opnemen met hun studieadviseur, opleidingsmanager of studentendecaan. Elk verbetersignaal wordt serieus genomen. De oplossing om de kwaliteit van het onderwijs weer beter te krijgen is volgens Rogier simpel. De perfecte oplossing is nog steeds online ook weer de werkcolleges gaan aanbieden en geen vraag- en antwoorduurtjes meer, gewoon daadwerkelijk weer terug naar die hoor- en werkcolleges.